Om de zeldzame rassen te ontzien bij de invoering van de fosfaatrechten, heeft het stamboek voor Lakenvelder Runderen een brief gestuurd aan staatssecretaris Van Dam. Ja, de invloed is natuurlijk van, als ze je daarin beperken, dan kun je niet meer uitbreiden. Dan blijf je beperkt. En het gevolg daarvan is inteelt. En met die inteelt, ja, het is al zo moeilijk om de zaak aan de gang te houden, om voor bloedverversing en dat soort dingen. En als je dan niet kunt uitbreiden, dat je van alles wat dieren erbij kunt halen om de zaak aan de gang te houden. Lakenvelderhouder Servaas Visser uit Angeren wil 10 lakenvelders laten grazen bij kasteel Doornenburg. Nu heeft hij 5 koeien en 2 vaarzen. Omdat we ons eigen zorgen maken, we kunnen niet uitbreiden. En ik wil nog 3 koeien erbij houden, maar dat gaat dus niet meer. Ik heb wel een afspraak bij het kasteel. Alleen, ja, kan ik daar dan wel aan voldoen straks? Daar ben ik wel een beetje bang voor. Ja, nou hebben jullie de brief gestuurd. Wat hopen jullie daarmee te bereiken? Ja, wij hopen daarmee te bereiken dat er voor de zeldzame rassen in Nederland een uitzondering gemaakt wordt. Ik ben bang voor dat ik dus niet meer aan mijn aantal kan komen. Dat we dus met de lakenvelders in de knoop komen met de fokkerij. Je kunt niet meer aankopen, zoals nu is, voorlopig. Dit ras, als je praat over de lakenvelders, daar hebben we 1 voordeel bij de lakenvelders. Iedereen in Nederland die een lakenvelder ziet, die weet dat is een lakenvelder. Gewoon. Maar er zijn ook rassen bij als het Fries Roodbont. Daar zijn nog 200 à 300 koeien van in heel Nederland, eigenlijk op de hele wereld. En ja, als die ook al beperkt worden, dan schiet er eigenlijk niks van over. Ja, anders kan de afspraak wel eens niet doorgaan. Misschien komt er dan wel een ander met andere koeien. En dan bent u helemaal in zak en as. Ja, dan kan ik ze opruimen, kan ik ze verkopen. Thank you.